Vandaag een nieuwe telg uit de HBM lasserie. Nieuwe kleur. Nieuw apparaat. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze filmpje leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden van wanneer ik een nieuwe video upload. En nu naar het nieuwste lasapparaat van HBM. Elektrode lasapparaatje. De HBM 200 ARC, een smart welder noemen ze het. We gaan gewoon eens kijken wat er allemaal op zit. Er zitten meer functies op als het oude elektrodeapparaatje. Wil je weten wat die kost? Hieronder in de beschrijving een link naar de website van HBM. Dan kun je meer informatie krijgen over het apparaat en zie je ook meteen wat die kost. We gaan eens naar de display kijken. Die is helemaal veranderd van de oude. Bij de oude kon je alleen een stroom instellen. Dat was het. Bij deze kun je meer. Je kunt op de display zien dat er veel meer komt. Hier het amperage. Dat is van 30 tot 200 ampère in te stellen. Daar staat hij nu op. Druk je de knopje in. Dan gaat hij naar hier. De startstroom denk ik. En hier waar hij naartoe afbouwt. En hierboven heb je VDR en anti-stick. Anti-stick. Daar is ervoor dat de elektrode met opstarten niet zo snel blijft plakken. Dus dan geeft je hem net eventjes wat meer. En VDR, dat is een veiligheidsfunctie. Als je in vochtige ruimtes werkt, dan gaat de spanning naar beneden. Dat kan ik gewoon laten zien. Als je met pijltje erop staat, kun je draaien. En dan kun je kiezen. VDR, anti-stick, of alle twee, of geen van tweeën. Dat is bij deze. Die gaat tot 100. En naar 0. Hij stond standaard op 100. Laten we hem eventjes op staan. Deze kan tot 10. En 0. Gaan we allemaal proberen wat hij nou precies doet. Nou, voor die VDR-functie. Ik hoop dat het een beetje te zien is. De open spanning is 86 volt. Nu zoals je ziet, VDR functie uit. Gaan we er naartoe. Zetten we hem aan. Gaat je naar de 37 volt toe. En uit zit hij weer op die 85 volt. Ook met hot start. We gaan het gewoon proberen hoe het allemaal werkt. En dan komt het goed. Maar we beginnen ermee met alles uit. Nou, wat er nog meer in de doos zit, want ik heb hem deze keer niet uitgepakt. Hij stond hier al netjes op tafel. De gebruiksaanwijzing. Een elektrodehouder. En de massaklem. Allemaal van dezelfde kwaliteit als we gewend zijn van HBM. Ik ga hem gewoon eens aansluiten. Ik heb hier een stuk staal liggen. Ik heb hier verschillende elektrodes liggen. Van basis tot rutiel. We zitten er allemaal tussen. Goede koop elektrodes op rutiel. Er zitten ook de supra's tussen. Daar las ik heel veel mee op het werk. Basis 100 liggen tussen. Dus er ligt van alles. We gaan gewoon eens proberen. En kijken hoe het allemaal loopt. Die is vrij kort. Ik denk maar 1,5 meter. De elektrodetang. Die zal, ik schat, 2,5 meter zijn. Stuk hoeklijn. Dan gaan we eens op de keer. Ik probeer gewoon de verschillende elektrodes even. Kijken wat ze doen. Ik begin ermee met de supra's. 2,5 mm. Die heb ik volgens mij ook nog in de 3,2 versie hier tussen liggen. Ik heb zomaar een greep elektrodes gepakt. Hieronder in de display geeft je ook aan hoe hoog dat de stroom staat. Dan geeft je een indicatie voor 2, 2,5, 3,2, 4 mm. Volgens mij nog 5 mm. Dus nou weet je dat je ongeveer in de goede buurt zit met de stroomsterkte. Jasje aan doen, helm op en gas erop.
200 ampère, dat is een beetje te gek, hè. We gaan een 2,5 mm elektrode gebruiken. Het is dus zonder hotstart of niks. Nu pakken we eens een Supra van 3,2 mm. Doen we de stroom eens omhoog naar 110 ampère. En eens kijken hoe die opstart. Die staat fijn. Loopkoets, mooi stabiel de boot. Er valt helemaal niks tegen. Ook op de 110 ampère, die loopt mooi, mooie stabiele boot. Die staat er dus ook goed op, zonder hotstart. Ja. Hij begint warm te worden, Klaas. Hier hebben we een goedkope 6013, dus rutiel elektrode. Ook op die 110 ampère. Gaan we eens kijken.
Die heeft ook goed gelopen. Nu heb ik hier nog een 4 mm elektrode liggen. Dan weet ik niet of mijn zekering eruit houdt. Maar we gaan eens naar 160 ampère toe. En eens kijken wat hij dan doet. Het is een rutiel elektrode. 4 mm. We gaan er eens gas mee geven. Ja, die loopt ook gewoon super. Ja. Hij is heet geworden. Mijn helm is afzetten. En dan zullen we eens gaan kijken wat we precies klaargemaakt hebben. Eventjes gelast. De eerste, dat was allemaal net te koud. Maar kon niet anders, was maar eventjes om te proberen. Maar ze starten goed op. Ook zonder hot start. Ik ga nu even kijken. Ik heb hier dus de rutiel, de goede koper rutiel. De Baso 100, die staat er heel goed op. Dat is wel fijn dat een basiselektrode lekker op staat. De 4 mm rutiel elektrode, ook zo. Die was weer een beetje te warm voor dit staal. Het is maar 3 mm dik, hoe kleintje. We gaan eens kijken of de laststroom overeenkomt met wat er op de display staat. Ik pak een ampère tangetje en dan gaan we eens eventjes meten. Of dat ongeveer klopt. Er zit natuurlijk een afwijking in mijn ampère tang. We gaan het gewoon eens proberen. We hebben het een en het andere mee geprobeerd. Er zit nog veel meer op. Dat ga ik de volgende keer proberen. We hebben even gekeken naar de stroomsterkte. Hoe dat die last op de standaard instellingen zoals je uit de doos komt. Dat doet hij goed. Volgende keer gaan we even naar de VDR kijken. De hotstart kijken. En de andere twee instellingen die erin zitten. Wat die nou precies doen. Maar dat is voor de volgende keer. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Heb je er vragen over? Hieronder stellen. Ik probeer ze altijd te beantwoorden. En ik ga afsluiten. Zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.